De Zoete Zusjes Zoeken een Schat is vanaf 19 mei verkrijgbaar. Reserveer hem nu. Goedemorgen allemaal. Welkom bij het... Vandaag een super toffe aflevering, want dit is de aflevering dat we... Wat gaan we doen? De winnaar uitkiezen. De winnaar uitkiezen van de kleurplatenactie. In de eerste aflevering van het Thuiszitkanaal begonnen we een kleurplatenwedstrijd. Kleur hem zo mooi als je kunt in, een echte Zoete Zusjes kleurplaat. Zo netjes als je kan, precies binnen de lijntjes. En dan stuur je hem om. We dachten in het begin, nou we krijgen er misschien 10 of 100. Maar uiteindelijk hebben we van jullie 4.332 kleurplaten gekregen. Vandaag gaan we dus vijf winnaars uitkiezen. We zeiden we zouden 1 winnaar doen, maar we doen er gewoon 5. Ze krijgen een lolbal van Bets. Ja. En ze krijgen een lolbal van een poppetje. Ja, dus, en dat is van Lol Lies, hè? Ja, toch? Lol Lies. Ja. Ja, dus vandaag gaan we op zoek. Dus er wordt een hele klus. De kleurplaten liggen verspreid in het hele huis. In de kamer van Janne en de kamer van Saar. Wow. Maar we gaan ervoor. Voordat we gaan beginnen... Even een duimpje, man. Een duimpje. 4.332... Dikke duim omhoog, dus... Okay. Klik op die duimpje! Ja. Ik ga wel even kijken! Wow. Ik bedoel, zoeken! Hé! Hey. Bram. We hebben hier een Bram. En Bram doet ook mee. Lekker Bram! Goed bezig, Brammy boy! Dan doe ik Bram ook erbij! Ja, Bram is ook mooi. Kijk wat leuk! Ze heeft zelf kleding gemaakt met oorbellen. Oh, wauw. Moest kijken, met wat zijn dat? Oorbellen. Van gemaakt van paaseitjes. Ja. Dat is grappig. Ja, super leuk. Oh, hoe gaan we hier een winnaar uitvinden? Lekker. Oh, die is ook cool, hè? Ze zijn allemaal cool. Het liefst zou gewoon iedereen prijs hebben, maar dan kan je natuurlijk niets doen. En kijk deze dan. Oh, die is zo cute. Oh, een unicornje erop. Met glitter eromheen. Moet je kijken. Hey. Echt zo'n glitterrandje. Ja, die is ook mooi, zeg. Ja. Wat? We proberen... Wow! Deze is ook heel erg mooi. Oh, ze zijn allemaal zo... Die is ook mooi, ja. Gemaakt. Ja, eigenlijk zijn ze allemaal mooi. Hoe kan je ze eigenlijk allemaal zien, zeg maar? Ja, ik zou als ik jou was gewoon ergens gaan zitten. En elke keer als je er een gezien hebt, leg je die weg. I love Zoete Zusjes. Ah, die is ook mooi. Heel leuk. Nou, dat zo'n shirt wil ik echt wel hebben, ja. Ja, glittershirt. Ja, het zijn allemaal zo mooie glittershirten. Oh, zo leuk. Ja, die kindje van 3 doet zelfs mee. Ja, zie. We hadden ook een keertje een kindje. Oh, van 3 jaar? Ja, en we hadden een kindje gezien van 1 jaar. Wauw. Ja. Ja, dat is grappig, hè? We zien nu ook hoe oud jullie zijn. En dat varieert echt van, nou ja, van 1 jaar dus. Ja. Tot kinderen van 14, 15, 16 jaar. Maar ook papa's en mama's doen mee. Dus eigenlijk wat? Iedereen kijkt de Zoete Zusjes. Kijk, oh, wauw. Hier is een moeder eentje aan het tekenen. Oh, kijk, daar is een moeder inderdaad aan het tekenen met 2 dochtertjes. Oh, iedereen is druk bezig geweest. Oh, die is leuk. Kijk, een strikje en een bloemetje. Oh, die is echt leuk. Van 5 jaar... Hoe dan? Wauw, knap hoor. Maar ik ga eerst ze allemaal kijken en dan pas doe ik het binnen. Want dan weet ik al een beetje. Ja, die is echt. Ik denk dat jullie nog wel even bezig zijn, hé. Kijk, dit is de kamer van Saar. Maar kijk eens, nu gaan we naar de kamer van Janna. Oh, die ligt ook helemaal vol. Eén winnaar van 2 jaar, hè? Maar dat is hartstikke knap. Laat zien. 2 jaar. En dan zo mooi kunnen kleuren. Wat? Ze zijn allemaal zo mooi gemaakt. Oh, ik kan er niet kiezen. Nee, oh, die. Oh, die is ook mooi. Deze heeft alles met rainbow gemaakt. Oh, maar ze zijn zoveel mooie. Ik weet niet
letters 3D. Laat zien. Oh ja, ook al. Kijken? Jullie houden van 3D kleurplaten. Oh, misschien is het dus een Chinees. Maar volgens mij... Oh, die is ook leuk. Weet je hoe je dat doet, Sa? Ja, met zo'n tang met waar je rondjes hebt. Nou, wat je volgens mij doet, is je print de kleurplaat 2 keer uit. Oh ja, en dan... En dan knip je dat uit de tweede en dat plak je dan op. Met zulke witte vierkantjes. Ja, dus daaronder doe je dan doe je een beetje een schuim of een beetje papier. Ik vind deze echt heel leuk. Zie. Ja. Oh, die is wel gaaf. Een soort schilderij. Dus die leg ik wel even op deze tafel. Ja, die gaat... Misschien. We weten het niet, maar die leggen alvast weg dat we die hebben gezien. En hij is mooi bevonden. Echt? Oh, wauw. Moet je eens kijken. Dit is met stof. Wat? Oh, die? Mooi zeg, hè. Zullen we die ook op dat lijstje even leggen? Die is open. Oké. Die komt er ook misschien bij. Ja, we moeten een kleine selectie maken. Wat? Want ja, anders weten we ook niet meer wat we wel niet gezien hebben. Ik heb ook... Hele mooie gezien. Oh, wauw, die moet je even goed laten zien. En van 7 jaar. Ja, dit is 3D. Dat zie je ook wel, dan komt hij er een beetje uit. Ja, zelfs die hartjes ook. Ja, ongelooflijk zeg. Nou, we hebben wel de creatiefste fans volgens mij van heel internet. Ja. Man, hey. Ook gewoon die niet hier liggen. Jullie zijn heel goed bezig. Ik had wel verwacht dat we wel veel zou krijgen, maar zoveel weer niet. De postbode heeft echt overuren gemaakt. Kijk eens. Wat heb jij? Oh, die is ook mooi. Deze leggen we aan op. En Janna die vindt alles mooi. Die legt alles op de stapel. Die moet winnen. Dus die stapel wordt maar niet kleiner. Die wordt juist groter. Ja, hou jij zo van de kleurplaten, Janna? Ja? Dat dacht ik al. Vind je die mooi? In ieder geval wel groot. Ja. Hallo, wij zijn de zoete zusjes weer. Daar. Verrassend. Deze is mooi met die katjes. Oh, die is echt mooi, laat zien. 2 katjes erop. Mm-hmm, die is lief. Dus die komt ook op de stapel van de kanshebbers. Kijk, dan heb ik hier een bolletje touw. Dan maak ik zo een lijntje door de kamer heen. En daar hangen we dan... De mooiste kleurplaten op. Dus de 5 winnaars, die komen straks aan deze lijn te hangen. Eén van deze 3 nog. Oh. Ik heb een deze hoor. Ja, ik ook. Dus deze. Wacht even. Stop eens. Ik had dus deze. Ik. Oké. Touwtje hangt. Het moment is daar. Wat is de eerste winnaar? De eerste is van Ize. De eerste winnaar is Ize. En want zij is 6 jaar en ze heeft nu heel mooi haar gemaakt. En ze heeft allemaal bloemetjes erop geplakt en mooie diamantjes. Dus wij dachten, die doen we gewoon, want we vonden dat haar wel heel mooi. Dus goed gedaan, Ize. Jij krijgt 2 lolballen. Wauw. Gaan we nu naar de tweede winnaar. Die is van... Mila, ze is 7 jaar en heeft een prachtig kunstwerk gemaakt. Ze heeft namelijk vlaggetjes en een Janna-ketting en een Saar-ketting en een mooie veer en allemaal leuke dingen. Dus dat moet wel een winnaar zijn. Jij krijgt ook 2 lolballen, Mila. En dan gaan we nu naar winnaar 3. Die is van Marielle. Zij is 21 jaar, maar ze is dus... verstandelijke beperking, dus zij is gehandicapt. En zij houdt heel veel van de zoete zusjes. Dus daarom dachten we, we geven haar 2 lolballen. Wauw, gefeliciteerd Marielle. Moet je kijken, ze is ook wel knap gemaakt hoor. Ik vind deze shirt zo leuk. Super gaaf. Dan hebben we al 3 winnaars. Ja. Maar we zijn er nog niet, want nu gaan we naar winnaar nummer... 4. Die is van Noah. Super mooi gemaakt. Noah is 10 jaar en ze heeft gewoon echte kleren gemaakt. Kijk hoe cool. Dat ziet er echt heel leuk uit. Ze heeft een strikje gemaakt bij mij. En ze heeft een heel mooi setje gemaakt. Janne heeft zelfs een bloemetje in haar zelf gehaakt, denk ik. En ze heeft het heel mooi gemaakt. Dus we dachten, die doen we ook als prijs. Ja, super knap zeg. Ja.
Dus Noah, gefeliciteerd ook met de twee lolballen. Ja, winnaar nummer 5. En dat is die van... Mag ik hem? Van Eva. Ze heeft heel mooi 3D gedaan. Kijk hoe mooi. Ze is 8 jaar en ze heeft een 3D kleurplaat gemaakt. En ze heeft hier strikjes gedaan en glitters. Dus jij hebt ook gewonnen. Nou, dit zijn de 5 winnaars. Gefeliciteerd! Van harte. Nou, deze kleurplatenwedstrijd is dus nu echt voorbij. Geen kleurplaten meer insturen. Nou, maar, nou, goed nieuws. Er is nog een kleurplatenwedstrijd. Alleen die gaat online. Want, wat is het geval? Jullie hebben er vast wel van gehoord. Ons nieuwe leesboek, De Zoete Zusjes Zoeken een Schat. Als je die nu al reserveert, want hij ligt 19 mei in de winkel. Als je nu reserveert, krijg je de werkbladen van De Zoete Zusjes cadeau. En bij die groene werkbladen zit een... kleurwedstrijd. Een kleurwedstrijd. Die kleur je mooi in en dan kun je hem online laten zien. Dus op Instagram of Facebook of waar dan ook. Sowieso supercoole werkbladen. Dus ik zou zeggen, reserveer dat boek. En zorg dat jij 19 mei dat boek als eerste op de deurmat hebt liggen. Nou, dit was het thuisjournaal voor deze week. Ja. Ik zou zeggen, misschien tot volgende week. En alles heel veel succes op school. En vond je dit filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Op de volgende video. Doei.